En Dermo Linger, directeur van Foodbooking Suriname, ziet graag dat de samenleving beter wordt geïnformeerd over het COVID-19-virus. Hij was vandaag te gast in het programma ATV COVID-19 Update. Linger vindt dat meer bedrijven hun personeel beter moeten toerusten ten aanzien van de toepassing van de voorzorgsmaatregelen. Foodbooking is een bedrijf dat voedsel levert, biedt aan verschillende bedrijven. Wij gaan om met voedselveiligheid, dus wij moeten altijd de maatregelen stip opvolgen, geeft Linger verder aan. Wat wij hebben is binnen de organisatie, wanneer die jongens binnenkomen, hebben we dus een temperatuurmeter en daar wordt een temperatuur op gemeten. En daar hebben we dus ook oefeningen die we met die jongens doen. Mm-hmm. Ademhalingsoefeningen. En ze krijgen dus 2 keer per week ook vitamine tabletjes van ons. Okay. En wat we dus ook hebben, ze hebben sowieso hun neusbedekking, mond- en neusbedekking op. En ze hebben dus ook hand sanitizer bij zich. En in het restaurant, wanneer ze is er, heb ik ervoor gezorgd. Hebben we dus ervoor gezorgd om een aparte ruimte voor de jongens gereed te houden. Mm-hmm. Na elke bestelling worden onze tassen ontsmet. Ah, oké. Okay. Ja. En hoe gaan de klanten daarmee om? Hoe leveren jullie bestelling nu? Ja, dus hoe wij dat nu doen, is dat we, wanneer we bij de klanten komen, dan heb je dus dat de bezorger dat eten weghaalt en op die tas zet, mm-hmm. zodat de klant zijn of haar eten kan nemen, dat geld kan zetten in een Ziploc zak. Ah, oké. Okay. En zo heb je dus dan ook die social distance. Ja, oké. Okay. Ja. Linger zegt verder dat zijn bedrijf goede hoop heeft voor de toekomst, vooral met deze nieuwe COVID-situatie. Oké, okay, we hebben geen bril voor de toekomst, maar hoe kijk jij uit naar de toekomst? Wat zijn je verwachtingen? Nou, sowieso een vaccin. Mm-hmm. En zodat, want ik geloof wel dat COVID-19 misschien niet uit de wereld gaat, maar als er een vaccin is, is het wel te genezen. Okay. Want wij geloven dat het geen eeuwigheidsbestandsrecht hier op aarde heeft. Ja, maar dat is ook zwaar, hè? Ja, zo zwaar zijn. Nu hebben heel veel mensen het ook zwaar. Ja. Want je weet de gewoontes, we houden vast naar gewoontes. En het is moeilijk om je nu aan te passen helemaal, in deze situatie. Helemaal, dat snap ik. Heb je een boodschap tot slot voor jouw werknemers, voor je klanten, voor anyone? Ja, voor mijn werknemers heb ik, wil ik zeggen, blijven jullie aan de regels houden. De COVID-19 maatregels. En je weet, wij hebben een teken die wij altijd als winnaar wijzen. En dat is de V van Victory. En je weet dat wij altijd meer dan overwinnaars zijn. Yes, en aan onze klanten wil ik zeggen, gebruik deze tijd om meer tijd te besteden aan jouw gezin, je familie, je vrienden, snap je, jongeren. Gebruik deze tijd om veel meer informatie naar je toe te brengen, zodat je kennis verrijkt. Zodat we na deze situatie, als het helemaal opgelost is, dat we alleen sterke Surinamers hebben. En Dermo Linger, directeur van Foodbooking Suriname. Hij was de gast in het programma ATV COVID-19 Update.